Het is jammer dat er gezegd wordt dat de selectie voor repatriatie naar Suriname op basis van names en faces gebeurt. Woorden van Daniela Feira, directeur Nationale Veiligheid, gisteren op de persconferentie van de overheid. Feira zegt dat de mensen die op 14 en 15 maart terug moesten keren, eerst zouden worden gerepatrieerd. Er is echter ook de gelegenheid geboden aan mensen die geboekt hadden bij de KLM om terug te keren. Daarnaast heeft het managementteam rekening gehouden met enkele andere aspecten. En om de ruimte te laten, ook voor mensen die tegelijkertijd ook met KLM in die periode zijn gekomen, is dan de scheiding geweest 80-80, 90-90 personen om op de vlucht te hebben. Verder is de criteria ook dat gekeken is naar mensen die voor de overheid werken, mensen die namens de overheid naar het buitenland zijn gegaan. De criteria binnen crisisperiode kijken dus ook naar ouderen, vrouwen, kinderen. En we hebben ook nog bijgebracht mensen die vanwege medische redenen niet te lang daar zouden moeten blijven, om ze dus zodanig dan bloot te stellen. Dus dat is dus dan ongeveer de selectie geweest voor dit keer. Het personenverkeer van en naar het binnenland is eerder stopgezet. Hierdoor zijn er ook personen in het binnenland die terug moeten komen naar de stad. Dit is volgens Feira nog een zorgpunt. Maar zoals de repatriatievluchten uit het buitenland nu worden uitgevoerd, zo zullen ook die mensen naar de stad vervoerd worden. We hebben de personenverkeer gestopt, maar natuurlijk zijn er nog enkele verplaatsingen. Net zoals het nu gebeurt met de repatriëringsvluchten, zijn het ook zaken die worden aangevraagd en als zodanig worden dan toestemming gegeven. Essentiële verplaatsingen die gaan normaal door. Als er een van de ministeries, zeg maar NH, moet werken aan een elektrificatieproject in het binnenland, dan wordt de ruimte daartoe gegeven. En evenzo mensen die terug moeten komen naar de stad omdat zij daar nu gestrand zijn. Daniela Feira, directeur van DNV, ze sprak gisteren op de persconferentie rond de coronacrisis.